goedemiddag. U denkt, wat gaan we nou in hemelsnaam, wat hebben we nou aan architect? Dus gaan we allerlei architectenblaadjes zien. Ik kan die geruststellen, dat gaan we dus niet doen. Ben ik goed te verstaan? Staat hij aan? Hij zou iets harder kunnen, hè? Misschien kan iemand van de techniek daar even iets aan doen. En als u denkt, nou nu ben ik helemaal de kluts kwijt, nou dan gaat u even hier kijken. Hier, maar meneer Spinoza die zei, wees niet overdonderd door nieuwe ideeën. Ze zijn niet onwaar, omdat ze niet alom geaccepteerd zijn. Dus als u even zegt, van nou ik ben even kwijt, gaat u even daar kijken en dan gaat u gewoon even weer beluisteren. Om zeg maar, het hele verhaal een beetje wetenschappelijk in te bedden, stel ik voor dat we even een klein empirisch onderzoek doen. En die gaan we aan het einde dan nog een keer doen. En dan gaan we even kijken, heeft u wel goed geluisterd? Dus ik heb twee vragen. Nou, vraag 1 is, wie van u vindt dat het u zelf nu beter gaat dan uw eigen ouders? Kunt u die handen omhoog doen? Wie gaat het nu beter zijn dan zijn eigen ouders? Nou, even hand omhoog. Dus nou, ik zou zeggen 85%. Is dat accepteerd? Vraag 2. Wie denkt dat het zijn eigen kinderen beter gaat dan jullie het nu zelf hebben? Kijk. Nou, ik zou zeggen, het planbureau zou zeggen net niet 80%. Ik zou zeggen 5%. Nou, dat houden we even vast en nu gaan we even beginnen. Ik ben gewaarschuwd om, ik mag niet schofferend optreden, heb ik net gehoord. Dan is Thomas bang dat hij zijn baan verliest. Ik zou zeggen, Carrière als service. Ik zou zeggen, hoe schofferender ik optreed, hoe meer perspectief hebt u überhaupt in uw eigen baan. Maar daar gaan we nog even naar kijken. Afval en energie zijn mijn oude liefdes. Nou, u weet, daar zijn twee mogelijkheden. Als je over je oude liefde hebt, dan ben je of ontzettend verdrietig en die gaat jarenlang in therapie, dat je daar maar niet van af kunt komen. Of je bent ontzettend blij dat je af bent van die vent. Zeg, nou, eindelijk heb ik mijn echte liefde ontmoet. Nou, zo is het ons gegaan. We hebben onze echte liefde ontmoet. En die zal ik u aan het einde voorstellen. We gaan naar de eerste slide, Thomas. Er was geen geld meer voor een afstandsbediening, dat begrijp je in deze tijd. Dus we hebben Thomas even moeten vragen. Dus ik denk, een van de grote problemen is namelijk gewoon dat wij duurzaamheid hebben. Duurzaamheid is het allergrootste probleem wat we op dit moment hebben. Duurzaamheid weerhoudt ons voor de echte stappen die we moeten nemen. En een van de echte stappen is namelijk niet in oplossingen te denken. Al deze duurzame condoomjes, daar bent u ook maar een beetje mee bezig zoals ik dat hier zie. Het gaat erom om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Om al die onzin die we nu met z'n allen een beetje proberen te repareren, om die onzin te voorkomen. En daar gaat deze lezing over. Deze lezing gaat over een nieuw businessmodel. Volgende. En dan zijn we in dit land, ik ga een beetje voor de camera een beetje hier staan, anders sta ik ervoor. We zijn in dit land natuurlijk niet echt gezegend met verlichte politici. Dat weet u ook. Nou, sommigen waren verlicht, waren vroeger bij Greenpeace. Zijn nu fractievoorzitter van de PvdA en hebben geen idee meer hoe je sustainability schrijft. Of we hebben voormalige minister-presidenten die 3 of 4 keer hun eigen norm verdienen, nu bij Ernst & Young werken en zeggen, ja, maar nu weet ik hoe je sustainability schrijft. Ja, kijk, aan allebei hebben we niks. En dan hebben we nog een premier die zegt van, ja, nou, een visie hebben. Ja, als liberaal. Nou, dat is echt een handicap. Dat is ongelooflijk. Natuurlijk hebben we visie nodig. Als u geen visie hebt, dan weet u toch helemaal niet wat u moet doen. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat in Nederland gebeurt. Nederland is, kort gezegd, volgende gewoon de kluts kwijt. En dan hadden we net John F. Kennedy. Een briljant politici. Met allerlei hobby's, maar daar hebben we het even niet over. En die zei namelijk op 12 september 1962, zei hij, dames en heren, we gaan iets doen omdat het moeilijk is. Niet omdat het makkelijk is. Geen idee. Geen idee hoe we daar komen op die maan. Of we de techniek hebben, of er mensen zijn, of we geld hebben, of het allemaal kan. Vind ik helemaal niet interessant. Wij gaan gewoon naar de maan. En alles wat we vanaf nu doen, is gerelateerd aan deze doelstelling. Als je namelijk niet weet waar je naartoe wilt, kun je beter niks doen. Dus ik zou zeggen, blijft u vanmiddag rustig zitten als u geen idee hebt wat u eigenlijk aan het doen bent. En waarvoor. En toen gingen de Amerikanen naar de maan. Nou, de Russen die volgden dan. Die vroegen, nou, wie wil naar boven? Geen hond die naar boven wilde. Dus zij hebben dan die hond gestuurd.
De Amerikanen zijn echt naar boven gegaan en daar hebben we straks een prachtige foto van. Nou, dan is ons dit overkomen, volgende. Daar wordt namelijk gezegd, ja, het onmogelijke kan nog nooit mogelijk worden. Wat een totale onzin. Meneer Mandela is ook niet onverwacht overleden. Je kunt niet onverwacht overleden, je gaat altijd verwacht overleden. U ook? Nou, als u redelijk relaxed zit en over 80 jaar, dan is het innovatiecentrum voor de 34e keer opgeknapt en dan hebben we weer een lezing hier. En dan weet ik dat uw agenda nu leeg is. Ik weet, ondanks dat uw agenda leeg is, komt u niet opdagen, want dan bent u dood. Ik ook. Nou, we hebben waarschijnlijk die afstandsbediening, maar daar hebben we ook niks aan. Dus u weet, we komen ergens vandaan, we zijn hier en we gaan ergens naartoe. Maar alleen het mogelijke kan realiteit worden. Let u goed op, wat achten wij allemaal voor mogelijk? En dit is ernstig genoeg om daaraan te gaan werken. Volgende. En dan hebben we natuurlijk het grote probleem. We hebben helemaal geen crisis. Ik weet niet hoe iemand al komt om op crisis te praten. We liggen helemaal op schema. Kijk, een gesloten systeem kan geen onbeperkte groei mogelijk zijn. Toch? Nou, dat zult u als bankier zeker weten dat het gewoon niet kan. Op is op. Hè? Als de rekening leeg is, is de rekening leeg. Nou, dan gaat u pas echt geld verdienen, dat begrijp ik. Maar groei is niet mogelijk, onbeperkte groei in een gesloten systeem. Dus we staan niet op de crisis, maar we staan met onze neus tegen de glazen bol aan. En zijn verbaasd dat het een gesloten systeem is. Wij zijn aan de grenzen van ons systeem gekomen en we moeten ons zijn helemaal opnieuw uitvinden. Dus we moeten in een gesloten systeem een open maatschappij gaan organiseren. Dit is de vraag die we nu hebben. Volgende graag. Nou, die Russen die gingen dus naar boven. De Amerikanen ook. En dan ziet u hier, Apollo 8 maakt op voor de insiders 24 december 17:32... 1968, onthoudt u dat getal even goed, maakt hij deze foto. Hij verkijkt die sukkel, die kijkt uit het verkeerde raam. Stond helemaal niet in het draaiboek, hij moet die maan fotograferen. Maar hij wordt net wakker, kijkt uit het raam en ziet dit en pakt die zwart-wit camera en maakt deze foto. De eerste foto die gemaakt is door een mens van de planeet waar u op vakantie bent. U bent gast daar. En u bent daar tijdelijk. En wat we ook zien, er komt gewoon niks meer bij. We zijn alleen drukdoende daar constant dingen van af te halen. Dus de vraag is toch dan ook, hoe moeten we ons organiseren, zodat we koesteren wat we hebben, en dat er nooit meer iets verloren gaat. En hoezo duurzaamheid? Kanker is duurzaam. Corruptie is duurzaam. Nou, verschillende sectoren zijn duurzaam, waar je ook allemaal eigenlijk vanaf. Dus we moeten niet over duurzaamheid hebben. Duurzaamheid is een kenmerk, maar geen kwaliteit. Dus duurzaam houdt, koestert de oude fouten. En wij willen toch de nieuwe fouten maken. Iedere certificaat dwingt je de oude fouten af. Maar we willen toch nieuwe fouten maken. En hoe kunnen we dat nou bewerkstelligen? Volgende. En dan zijn we natuurlijk... dat is een hele mooie foto. Dat herkent u waarschijnlijk allemaal. Als u langs de A1 gaat, aan de linkerkant richting Amersfoort, ziet u het oude sminkterrein van vroeger. Weet je, prachtig met die mooie heuveltjes, met die bomen daarop, die hertentjes. Nou, een heel romantische plek. Met die rode vrachtautootjes daarvoor. Ja, en dat zijn onze kleinkinderen. Dus Klaas, Eugenie en Pieter, die zeiden, maar wacht even, hier was toch iets? En die beginnen weer te graven. Omdat we natuurlijk dingen kwijtraken. Maar we kunnen ons wel realiseren, er is maar één ding wat deze planeet echt kan verlaten, dat is helium. De rest blijft hier. Nou ja, u gaat ook weg, hè? We gaan met z'n allen weg. Maar de rest, die blijft gewoon hier. Alleen in welke vorm laten we ze achter en in welke vorm kunnen we ze hergebruiken? Volgende. Ja, dan hebben we met een overheid te maken. Nou, daar hebben we nu echt last van. We zijn inmiddels eigenlijk in een soort Oostblok-situatie gearriveerd in Nederland. Zeg maar, kenmerkend van Oostblokland is dat de behoeften van de mensen zich het systeem aanpassen. Nou, zover zijn we gekomen.
Maar de overheid moet toch de behoeftes van de mensen gaan faciliteren. Het is toch precies omgekeerd. En hoe krijg je dan in je hoofd afvalverbranding, waar we dus iets finaal kwijtraken, wat we nooit meer terugkrijgen, zegt de overheid, nou ja, het is thermisch recyclen. En daar komt groene stroom uit. We houden ons gewoon voor de gek. Dit is een grondstofcrematorium. We raken finaal iets kwijt wat we nooit meer terugkrijgen. Dus duurzaamheid moet naar levensvatbaarheid. En levensvatbaarheid betekent de houding ten opzichte van alles wat ons zijn op deze planeet waar u op vakantie bent, überhaupt mogelijk maakt. Daar gaat het over. Volgende. Ja, nou ja, en dan wat zijn we eigenlijk aan het doen? We zijn ecologie aan het economiseren. Nou, sommigen van u waarschijnlijk ook. Maar er zijn hele bekende bedrijven, familiebedrijfjes zoals Shell bijvoorbeeld. En die hebben gewoon het beleid van, nou, we gaan voor die gaten boren. We pompen die zwarte soep naar boven. En het eind van het jaar zeggen we 5 miljard winst, 2 miljard voor meneer Rutte en 3 miljard voor ons en de aandeelhouders. Iedereen blij, u blij. Shell privatiseert maatschappelijk kapitaal. Dat is wat er gebeurt. Geen enkele meerwaarde. Kijk, als u zegt van ja, ik hou heel veel geld over, ik ga nooit boodschappen doen, ik ga altijd de koelkast van mijn buurvrouw leegroven, ja, dan snap ik dat. Dat is prima boodschappen doen. Zij roven de koelkast van de buurvrouw leeg. En we denken, nou ja, we gaan kijken hoe lang het nog gaat duren. Dus we moeten niet de ecologie economiseren. We moeten de economie ecologiseren. Economie is de relatie, de vormgegeven relatie tussen mens en aarde. Dat is het enige waar het over gaat. En dat betekent, wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is te groot te groot? Wanneer zijn dingen uit balans? Wanneer missen we nog iets? Heel andere wetmatigheden. Bent u ooit iemand in de natuur tegengekomen die werkeloos is? De natuur kent geen werkeloosheid. Omdat ze naar heel andere wetmatigheden georganiseerd zijn. Werkeloosheid in ons systeem betekent dat we het systeem verkeerd ingericht hebben. Volgende. Dan zegt hij, ja, meneer Rauw, dat is allemaal leuk. U begrijpt er helemaal niks van. We zijn hier echt, we werken op een bank en we weten allemaal hoe het werkt. En leuk verhaal, even in de pauze naar u luisteren en zo. Mooi entertainment. Bhutan. Bhutan, dames en heren, is het enige land in deze wereld die het bruto nationale product in happiness meten. Ja, dan zult u helemaal werkloos zijn, dat begrijp ik. Maar dan gaat u misschien gaat Thomas dan toch de carrière maken daar. En dan gaat het om iets heel anders. Ik ben in gelukkige omstandigheden om adviseur van de koning te mogen zijn. Trouwens, een koning die kan voorlezen. Dus dat is ook heel bijzonder in deze tijd. Maar hij kan echt voorlezen. Maar dat is niet zijn enige vaardigheid. Hij gaat iedere ochtend, voordat hij naar zijn paleis gaat, gaat hij in een school, in een klas, iedere kind de hand geven. En zegt, fijn dat jij daar bent. Het is toch onvoorstelbaar. Die zegt, ja, hoezo geld? Het gaat toch om de biografische ontwikkeling? Het gaat toch om gezondheid? Het gaat om de immateriële waarde. We komen met niks, we gaan met niks naar die kermis die jullie tussen en daar in Nederland allemaal aan het organiseren zijn. Daar begrijpen we helemaal niks van. Het is helemaal niet nodig. Dus, als je andere speelregels hebt, leidt het tot een totaal ander systeem. Volgende graag. En dan komen we straks van eigendom. Het woord zegt dat eigendom is ontzettend dom. Dus we gaan van eigendom naar eigen slim. En we hebben het net meegemaakt. We waren uitgenodigd voor vandaag. En Thomas zei, ja, die hele parkeergarage is helemaal vol. Ik kan er geen plek reserveren. Moet je aan de overkant parkeren en kan allemaal niet. Nou, de overkant was vol. Dus we gaan toch hier parkeren. En dan komen we in die parkeergarage en die is leeg. Overal lege plekken. Hoezo vol? En dan zegt hij, ja, we hebben een probleem, het is allemaal gereserveerd, maar die mensen die komen dan niet. Ik zeg, ja, eigendom, en u hebt het ultieme bewijs in de parkeerkelder, eigendom creëert overcapaciteit.
Dat is wat er gebeurt. Dus als we van eigendom naar eigen slim gaan, hebben we geen overcapaciteit meer. En dan de ultieme stap is, ik weet niet of u op het Leidseplein de affiches al hebt gezien. De ultieme stap is waar we straks naartoe gaan, dat materiaal service is. Dus we gaan performance-based consumeren en uiteindelijk is materiaal service. Uiteindelijk is de toekomst dat niemand meer materiaal gaat kopen. Niemand kan meer privatiseren wat maatschappelijk kapitaal is. Nou, daar gaan we dus straks mee eindigen en daar leggen we nog één stapje bovenop. Volgende. Ik denk, wij denken, dat het 21ste eeuw het eeuw wordt van de immateriële waarde. Dat we ons realiseren, nou, die mooie BMW, die nieuwe televisie, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om de waarden die ons zijn überhaupt mogelijk maken. En ik denk dat we met name in de westerse wereld, zeg maar deze, je kunt dan zeggen spirituele waarden of immateriële waarden, dat we die moeten koesteren en dat die steeds belangrijker worden. William Enders, die zegt, Houston, Houston, bitte kom, we have a problem. Dus ze waren de eerste die het echte probleem hadden. En hij zegt, ja, het spijt me zeer, maar ik heb die foto gemaakt. En dat mocht eigenlijk niet. Zegt Houston, jongen, weet je wat, geen probleem. Pak die kleurcamera en maak nog een foto. En dan, dit is dus de tweede foto van de aarde. En dan zegt hij, ja, wat is er nou zo spannend aan? Nou ja, ik zag, kijk, 500 jaar geleden kwamen mensen nog op de brandstapel die beweerden dat die aarde daar zo uitzag. Dus zo intelligent, met alle respect, zijn we niet. We hebben ook 3000 jaar nodig gehad om die wieltjes onder die koffer te krijgen. Hadden we ook eerder kunnen bedenken. En alles is waar, behalve dat wij alles weten. We weten eigenlijk nog helemaal niks. Daar gaat het over. Het gaat om deze planeet waar u op vakantie bent. En nou, nu zijn we beland en nu zijn we hier in het systeem. En wat we natuurlijk zien, we hebben steeds groeiende behoeftes. We hebben steeds innovatievere producten. We willen steeds andere dingen hebben. We willen steeds nieuwere dingen hebben. En één ding is zeker, daar is helemaal niks mis mee. Integendeel, dit is buitengewoon wenselijk. Alleen, we gaan het in het verkeerde systeem doen. Om we leven namelijk, zoals net gezegd, in een gesloten systeem. Met andere woorden, alles wat fysiek is, is eindig. Ik heb hier van die collega's, ik heb hier een paar Lego-stukken meegenomen. Ja, kijk, dit is het. En dan gaan we of een huisje mee bouwen, of we gaan een auto bouwen, of we gaan een brug bouwen. Nou, en als we die brug niet meer nodig hebben, ja, dan komt gewoon niks meer bij. En dan kunnen we hooguit nog iets anders doen. Maar als we straks iets kwijtraken, dan zijn we het kwijt. Komt dus niet meer terug. Dus wat we doen, dat we constant dingen kwijtraken die buiten het systeem vallen en voor ons gewoon niet meer bereikbaar zijn. En dat komt natuurlijk door de lineaire economie. Die kent u allemaal, daar bent u allemaal hartstikke rijk mee geworden, of sommigen van u die echt rijk geworden zijn, nou, die zijn helemaal niet meer in Nederland. Dus we moeten gewoon kijken van hoe moeten we die dingen anders organiseren en hoe zijn we daar gekomen? Laten we kijken hoe het werkt. Kijk, aan de linkerkant ziet u dus een, in Duitsland zeiden we, en kunt u trouwens überhaupt zien? Ja? Kijk hier de andere kant staan. Dus aan de linkerkant ziet u een telefoon, in Duitsland zeiden we een T65. En als u goed kijkt, dan ziet u, ja, het is helemaal niet origineel. Dit kabeltje, dat bestond in 1953 nog helemaal niet. Klopt? Hij is gerepareerd. Als bij ons vroeger iets stuk ging, ik ging naar mijn opa, nou, dan ging hij de kelder in. Moesten we hem 3 keer roepen voor het avondeten. En dan kwam hij naar boven. Ja, hij is weer gemaakt. Hij doet het weer. En na 30 jaar zei hij. Ja, zegt hij. Ja, weet je. Nou, ik zei tegen mijn oma. Ja, telefoon is op. Hij is echt op. Het spijt me, maar we moeten gewoon een nieuwe telefoon kopen. En nu? iPhone 3. iPhone 4. 4S. 5. 5S. 5G. En dames en heren, ik heb een primeur. Ik heb het gevraagd. Ik mocht het doen. Even kijken waar die is. Ik heb de 6 meegenomen. Dames en heren, dit is de iPhone 6. Een prachtige apparaat, kan ik u zeggen. En sommigen worden... Wat is hier aan de hand? Die worden helemaal nerveus.
waarom heeft die Rauw die 6? Ik heb die 5 nog niet. Heb ik de e-mail niet gezien? Is die Apple Store failliet gegaan? Heb ik geen bericht gehad? Even bellen. Niemand van u, volgende, niemand van u neemt afscheid van de 4 omdat die kapot is. Iedereen neemt afscheid van die 4 omdat die 5, nou ja, je kunt het verhalen. Hij ligt beter in je hand, hij is lichter, je kunt er meer apps op kwijt. Nou, je hebt dat security systeem met die vingerafdruk. Nou, al die smoesverhalen die we allemaal kennen, daarom koopt u gewoon die 5. Met andere woorden, we leven in een maatschappij waar we niet meer aan de lifecycle geïnteresseerd zijn. Wij zijn aan de performance cycle geïnteresseerd. Die lifecycle die kan ons niks schelen. Dus vergeet u total cost of ownership en TCO. Al die, kunt u allemaal vergeten in de nieuwe economie. We kunnen een hele woordenboek schrijven over begrippen die we nooit meer nodig hebben in de toekomst. Die ons nu alleen maar de verkeerde dingen suggereren. Dus u bent geïnteresseerd in innovatie, dus in performance. En helemaal niet in die lifecycle. Dan hebben we die andere soort van producten, die kent u ook. Net die printer gekocht, gaat u die winkel in. En dan zegt hij, ja mevrouw, ja ik begrijp u hebt hem net gekocht, maar weet u, ja die printer repareren. Ik zal u toch adviseren, koopt u beter een nieuwe. Heeft eigenlijk geen zin. Met andere woorden, een nieuw product bestaat helemaal niet. Een nieuw product is een illusie. Nieuw betekent nog net niet stuk. Dat is wat nieuw is. Nog net niet stuk. En u denkt dat u iets nieuws koopt, maar u koopt iets wat nog net niet stuk is. En dan bent u verbaasd dat het stuk gaat. Ja, dat begrijp ik helemaal niet. Dat is gewoon de businessmodel. Maar waar we nu ons georganiseerd hebben, nou het valt een beetje weg. Nou, we zien hier de lineaire economie, niet van A naar beter, maar van A naar slechter. Dus raw materials, we maken productie, we maken een product, we gaan dingen verbruiken. We hebben afval en dan hup. Daar gaat hij. En hier hebben we dat familiebedrijfje Shell, daar hebben we het net over gehad. Hij staat even representatief voor allerlei andere familiebedrijven. En we weten natuurlijk, ja, dit is eindig. Dit systeem is niet oneindig te voeden, omdat we in een gesloten systeem zijn. Hier komt dus een einde aan. En aan de overkant hebben we de nieuwe Shells. Ga ik even hier staan. Kijk, hier staan die nieuwe Shells. Die hebben zo'n geel-rood pakje aan, daar aan die kant. Die hebben zo'n wit-blauw shirtje aan. Die noemen zich recyclingsbedrijven. En een recyclingsbedrijf doet niets anders dan maatschappelijk kapitaal privatiseren. Die zeggen, afval bestaat niet, afval is voedsel, geef u maar lekker aan mij, ik ga lekker vertikken wat jij al lang betaald hebt. Nou, dat is hun verdienmodel. En een recyclingsbedrijf bedrijft winstmaximalisatie ten koste van die grondstoffen. Niet ten gunste van die grondstoffen, zoals iedere keer willen suggereren. Volgende, wat ze namelijk doen is, na 63-67% houdt het op. En zeggen, ja, nou, nu is het economisch echt niet meer interessant om die spullen eruit te halen. Hup, gaan we toch in die afvalverbranding, dan gaan we gewoon in die oven schuiven. Wat krijgen we? €55 per ton. Hartstikke goed. Winstmaximalisatie. Ten koste van grondstof. Ze belanden in de afvalverbranding. De overheid noemt het thermisch recyclen. En we krijgen dan daar de groene stroom uit. Nou, prachtig verhaal, vindt u niet? En nu zit u hier. Sommigen kijken ontzettend geïrriteerd. Dat is toch de bedoeling? En dan gaat u dus vanavond naar bed. Of u gaat vanavond, bent u thuis. En dan zegt uw partner, wat heb je gedaan? Ja jongen, ik heb daar vandaag een verhaal gehoord. Nou, die jongen is helemaal van de pot gerukt. Je snapt er helemaal niks van. Maar goed, dan sommigen gaan mediteren, zie ik. Sommigen nemen een borreltje, sommigen gaan nog een wandeltje doen. Dan gaat u naar bed. En dan bent toch iedereen van u in de volle verwachting dat u morgenochtend gezond bent. Dat u wakker bent. En dat u opgeladen bent. Toch? Als het niet zo is, even hand omhoog, gaan we weer een empirisch onderzoek doen. Hebt u ooit erover nagedacht, dames en heren, hoe het mogelijk is dat 7 miljard mensen per nacht gratis, btw-vrij, zonder rekening, opgeladen worden? Daar zit toch niemand met zijn vinger in die stroomcontact te friemelen en die groene stroom eruit te tappen van die afvalverbranding? Dames en heren, dit overkomt 7 miljard mensen per nacht. Weet u wat dat voor energiepotentieel is?
En daarom gaan we arbeid belasten. En het probleem is natuurlijk dat we kerk en staat van elkaar gescheiden hebben. Nou, dat lukt min of meer af en toe een beetje. Maar we moeten natuurlijk lobby en staat van elkaar scheiden. Daar ligt het echte probleem. U denkt toch niet dat we geen vooruitgang hebben omdat we het niet weten of niet kunnen. We hebben de vooruitgang niet omdat de lobby's te langzaam gaan bewegen. Daar gaat het over. Het tempo in dit land wordt bestemd door lobby's en niet door kennis. Dus onze grondstofcrematorium, ik zou zeggen, ga daarvan genieten. Nou, dan hebben we twee mensen gehad, die kent u misschien ook, Maaike Braungart en Willem McDonner. En ik denk, we mogen best even daarbij stilstaan zonder dat je dat lid van die Pinkstergemeente moet zijn. Maar ze hebben natuurlijk een prachtig idee. Ze zeggen, ja kijk, als we nou biologisch dingen composteren, waarom gaan we niet producten zo maken dat we ook technisch composteren? Dus dat we alles zo in elkaar friemelen, dat we weten wat erin zit. En dat we daarna die dingen ook gewoon weer uit elkaar kunnen halen. En dan hebben we het ter beschikking om nieuwe dingen te maken. Dat leert iedere kind. Dus als u voor kerst nog niet weet wat u graag wil hebben, ik zou zeggen van, ga Lego bestellen. Dan weet u het helemaal. Dus die cradle-to-cradle gedachte is buitengewoon interessant. Maar wat gebeurt dan? Die bedrijven, jongen, die gaan zich helemaal suf betalen aan die certificaten. Nou, voor iedere onzin moeten ze een certificaat vragen. Nou, uiteindelijk komt dan dat cradle-to-cradle product op de markt. En dan komt het bij die klant. En die zegt van, ja, leuk. Oh ja, cradle-to-cradle. Leuk. Hij heeft er niks aan. Dus je wordt een benefit opgebouwd waar niemand iets aan heeft. Nog de producent, behalve een beetje marketing, maar zeker niet de klant. Dus wij hebben gezegd als architectenbureau, we moeten ook aan de architectuur van het economische systeem werken. We moeten daarvoor zorgen dat er andere vragen komen om weer de goede antwoorden te geven. Dus we hebben Turn2 opgericht. Turn2 geeft de architectuur vorm van een nieuw economisch systeem. Volgende. En dan zien we dat we zeggen, weet je wat, we moeten fundamenteel alles anders doen. Dus ik zou zeggen, mouwen omhoog, maakt u zich daar klaar voor. Alles wordt anders. En wie van u niet bereid is om te veranderen, daar kunt u voor kiezen, zal onvrijwillig de allergrootste verandering mee moeten maken. Dus we kunnen beter nu uit vrijheid dingen doen, dan erop wachten dat we die dingen moeten doen. En dat betekent, we hebben dus de relatie tussen producent en consument totaal anders georganiseerd. Om namelijk naast die winst, vaak bedrijven we winstmaximalisatie ten koste van de benefit. Maar we willen nu eigenlijk winst maken en benefit maken. Daar gaat dit systeem over. Een andere relatie tussen producent en consument. En dan ziet u heel snel dat het product gewoon niet meer over het hek wordt gegooid. Nee, het product gaat een soort cycli doorheen lopen en komt terug bij de oorspronkelijke producent. Deze maatschappij kenmerkt zich door het feit dat niemand meer verantwoordelijk is voor de consequenties van zijn handel. Kunt u iedere dag in de krant lezen, in het journaal. Nou, we worden helemaal overspoeld met deze informatie. Niemand is verantwoordelijk voor de consequentie van zijn handelen. En wat gaan we doen? En met z'n allen moeten we daar allemaal voor opkomen draven. In dit systeem is de producent verantwoordelijk voor zijn handelen. Namelijk, excuus voor het woord, als hij shit maakt, krijgt hij shit terug. Als hij goede dingen maakt, krijgt hij goede dingen terug. We hebben dus al die duurzame condoompjes, die certificaten, hebben we helemaal niet meer nodig. Kijk, een certificaat is toch niets anders dan ik iemand anders probeer te overtuigen dat hij risicoloos de verantwoordelijkheid voor de consequentie van mijn handelen kan dragen. Geen enkel probleem, ik heb een certificaat, kunt u gerust doen. Dus ik probeer mijn verantwoordelijkheid over te dragen naar iemand anders. Dit systeem blijft de verantwoordelijkheid bij de producent. En daar hebben we drie stappen voor nodig. Ik wil u niet te lang gaan vermoeien. Ja, dit is natuurlijk een pijnlijke, hè? Dan gaan we direct maar met de deur in huis vallen. Forget ownership, focus on performance. Dus, ja, maar u kent het toch? Kijk, als u morgen zegt van nou, laten we over oud en nieuw naar New York vliegen.
Dan gaat toch niemand van u op de website van Airbus kijken wat zo'n A320 gaat kosten. Dan zegt hij, ja, nee, wacht, heb ik geen idee of daar kerosine in komt of water, of die captain nog op leeftijd is, of die stewardess het goede pak heeft ingepakt, is echt niet mijn ding. Geef mij maar performant vliegen. En dan gaat u toch geen vliegtuig kopen? U koopt toch een vlucht? Het is toch helemaal normaal? U koopt toch niet een hele trein? Nou, en net zo blij zijn als je zo'n Vira zou overnemen, maar dat gaan we dus niet doen. Maar u koopt toch geen hele trein om ergens te komen? U koopt gewoon een kaartje. En dan moet u zich voorstellen, u komt dus in New York, dan komt u dus van het vliegtuig, komt van die gate en dan staat die stewardess. Ja, ik vind altijd dat het kostuummaat altijd één maat te klein is. Maar ik weet niet hoe dat vindt. Maar goed, in ieder geval, ze staan er dan en dan gaan ze gewoon de rekening uit. Ja, we hebben net met de captain gesproken, we hebben even uitgerekend. En nou, we hebben zoveel kerosine nodig gehad, dus we gaan even de rekening uitdelen. Wilt u even de kerosine overmaken? En dan zegt hij, ja, hallo, wacht even. Ik heb hier performance gekocht. Hoezo kerosine? Dat is toch jouw ding? Weet ik veel of daar kerosine of water of witte wijn in gaat. Is niet mijn ding. Ik heb performance vlucht gekocht. De groeten. En dan bent u in New York en dan gaat u naar die Apple Store. En u wilt natuurlijk deze prachtige 6 kopen. Hij is uitverkocht, hè? Hoeft u niet te vragen. En dan zegt hij, nou ja, jammer, maar ik moet toch iets meenemen van New York. Geef mij daar maar een iPad. Weet u dat nog nooit iemand op deze wereld ooit een iPad heeft gekocht? Ik begrijp, het is een behoorlijke desillusie van u, maar het is zo. Het enige wat u kunt kopen is een georganiseerd conglomeraat van grondstoffen. En die iPad wordt toch dan pas een iPad als daar kerosine, laten we zeggen, elektriciteit in gaat. Toch? En nu komt de cruciale vraag. Wie is nou zo ontzettend dom en betaalt de kerosine stroom voor Apple, zodat Apple u de performance iPad kan leveren? Ja. Dan werkt u bij de bank en dan bent u toch zo dom dat u deze rekening gaat betalen. Die stroomrekening is toch voor die producent? Net zoals die kerosinerekening voor de KLM is. Product en energie moeten we helemaal niet uit elkaar halen. U bent toch niet geïnteresseerd in een lamp? U wilt toch licht? U bent niet geïnteresseerd in een stoel? U wilt zitten? U bent niet geïnteresseerd in een auto? U wilt gewoon mobiliteit? U wilt toch geen wasmachine? U wilt gewoon wasbeurten? From consumption to performance. En ik was, wacht. Nou, dat is jammer dan. Ga het toch vertellen. Ik was laatst op het partijcongres van de ChristenUnie. En die zegt, ja, meneer Rauw, we hebben een beetje wat ambivalente relatie met duurzaamheid. We weten niet echt hoe we daar nou, waar we nou door aan moeten haken. En misschien kunt u ons gewoon een beetje helpen. Ik zeg, nou ja, ik zeg, kijk, u hebt zo'n vakbondblad, de Bijbel noemen dat ook anderen. En dat staat bij Genesis 1... 3 staat dus, er zij licht. Ik zeg dus, de allereerste aanbesteding in deze wereld was op performance basis. Daar heeft niemand een lamp besteld, ze hebben licht besteld. Ik zeg, u bent dus de enige echte ervaringsdeskundige in Den Haag die weet wat het betekent op performance basis aan te besteden. Dan gaan we naar stap 2. Dus als de klant niet meer eigenaar wordt van die grondstoffen, en dat is maar goed ook. Kijk, u denkt dat u een televisie hebt. Maar ik zou zeggen, u hebt het hele periodieke systeem verpakt in een soort gifbom. Dat hangt bij u in de woonkamer en u noemt de televisie. Dus u bent eigenaar van iets geworden waar u eigenlijk niet de verantwoordelijkheid voor zou kunnen nemen. Dus wij zeggen, het eigendom van die grondstoffen blijft bij die producent. Dus die producent maakt eigenlijk iets, een soort platform om u de service te leveren, televisie kijken of mobiliteit. En als u geen behoefte meer hebt, dan krijgt hij de service terug en dan is het voor hem, volgende, een grondstoffendepot. Dus alle producten in de toekomst worden een grondstoffendepot. We deponeren de grondstoffen in vorm van een product, in vorm van een auto, een stoel, een microfoon of een lamp. Maakt verder niks uit. En een depot kun je dus ook weer leeghalen. Dus als deze lamp dan straks terugkomt bij Philips, dan is het
In de voorwaartse richting levert Philips de service licht. En in de achterwaartse richting komt die lamp terug als grondstoffendepot voor Philips. En ze kunnen die uit elkaar halen en kunnen er nieuwe dingen mee doen. Doordat de grondstoffen in eigendom blijven van die producent. Nee, kom ik zo op. Volgende. En nu komt de laatste. Hebt u ooit erover nagedacht wanneer eigenlijk een grondstof afval wordt? Een grondstof wordt afval als een grondstof in de anonimiteit raakt. Mensen die in de anonimiteit geraakt zijn, die zijn rechteloos. Dus een grondstof zonder identiteit is afval. En een recyclingsbedrijf doet niets anders dan aan afval identiteit toekennen, zodat het weer een grondstof wordt. Nou, dan kunnen we nog beter zeggen, laten we het zo organiseren dat een grondstof nooit zijn identiteit verliest, zodat we nooit meer afval hebben en dan zijn we ook van de recyclingsbedrijven af. Dus wij maken voor iedere product maken we dus een grondstofpaspoort. Dus we weten straks in iedere kamer, in iedere kennen, daar is zoveel lithium, zoveel fosfaat, zoveel koper, zoveel goud, zoveel zilver enzovoort. En dan komen we straks zover dat we een soort beurs krijgen en dan zegt hij, ja, vanochtend om 13:08 hadden we 4.834 ton koper in dit land. Dat is wat er gebeurt. En we hebben op dit moment onvoldoende kopervoorraad om nog 30 miljoen elektrische auto's te bouwen. Dus als u straks journaal hoort, nou, tussen zit dat een geel en hebben ze de bovenleiding gesloopt, dan weet u, aha, de volgende tranche Tesla komt eraan. Ze hadden weer koper nodig. Dus we staan voor het eerst in de mensheidsgeschiedenis op het punt dat we onvoldoende fysieke voorraad nog hebben om nieuwe dingen te kunnen doen. Wij zijn aan het einde van het systeem. En misschien zegt hij, ja, nou die rouw, laat hij maar lekker lullen, maar doet hij ook nog wat? Nou, ik laat u even een paar voorbeelden zien dat het een bruikbaar systeem is. Het gaat dus niet zozeer om waarheid, of het waar is, maar laten we kijken, is het bruikbaar? We hebben daar 3 voorstellen voor en we gaan met het eerste voorstel beginnen. Volgende graag. Dit is ons architectenbureau en ik heb 3 jaar geleden heb ik Philips uitgenodigd. En ook zo'n familiebedrijfje. En ik dacht, nou lieve firma Philips, laat die dosis maar even buiten staan. Kom maar even binnen, kopje koffie, suiker. Ik zeg, kijk. Ik zeg, ik wil licht. Ik wil geen lampen. Ik wil 300 lux, 1260 uur per jaar. En als jij denkt per se daarvoor een lamp op te moeten hangen, nou mijn zegen heb je. En of dat nou witte wijn, of rode wijn, of kerosine, of stroom doorheen gaat, dat is nog niet mijn ding. Ja, ik hoorde laatst dat Philips stroom nodig had om licht te leveren. Kan een gerucht zijn, kan ook waar zijn. Geen idee, ben ik nog niet geïnteresseerd. Ik heb geen stroomrekening meer op het kantoor. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik betaal nog mijn stroom niet. Kom op. Ik betaal ook niet het kerosine van KLM. Dus ik betaal ook niet stroom op het architectenbureau. Dus we hebben lichturen, zituren, loopuren, televisieuren, wc-uren, spiegeluren, doorkijkuren, tussenwanduren. We hebben alles op performancebasis. Om wij willen niet eigenaar van iets zijn waar we sowieso niet voor de zorg kunnen dragen. Dat kan alleen maar die producent. Nou, we hebben dat op allerlei projecten gedaan. Een ander voorbeeld, bijvoorbeeld een school. U weet, scholen hebben vaak heel lage budgetten. En dit is een volledige turn-to-inrichting van een school. Buitengewoon hoge kwaliteit. Omdat ze natuurlijk alleen maar nog voor de performance betalen. Maar ze betalen dus niet meer, ze betalen niet meer voor die grondstoffen. En dit is dus geen statiegeld en ook niet leasen. U zegt, oh ja, nou, ja, we hebben toch die leasecontracten. Ja, die hebben we wel met een rouw. Nee, die hebben we dus niet meer nodig. Dus de vraag is eigenlijk nu, wat hebben we nu wel nodig? Welke nieuwe contracten hebben we nodig? Welke nieuwe financiering hebben we nodig? Om leasen betekent namelijk het doorschuiven van eigendom van A naar B, naar C, naar D enzovoort. Turn to betekent, het gaat van A naar B en het gaat altijd terug naar A. Het gaat van A naar C, het gaat altijd terug naar A. En dan zegt hij, ja, nou dat is een beetje moeilijk en zo, maar we weten net hoe het werkt, dan moeten we iets anders doen. Maar u weet, rond de 19e eeuw hadden we nog geen huurrecht, dus daar was de behoefte ontstaan van mensen die onvoldoende geld hadden om toch nog iets te kunnen huren. Dus we hebben het huurrecht uitgevonden in gevolg
van de nieuwe behoefte. We hebben na de Tweede Wereldoorlog, omdat had niemand geld, maar ze wilden wel de spullen kwijt, hebben we leasen uitgevonden. Dus het leaserecht volgt een nieuwe behoefte. En nu hebben we weer een nieuwe behoefte. Hoe kan ik nou iets op performance basis consumeren en financieren zonder dat ik eigenaar word van die grondstoffen? Dus dat is eigenlijk een vraag die daar voor u ligt. Dus hoe moet eigenlijk de volgende turn-to-maatschappij eruit zien? Het financiële vehikel om dit nieuwe systeem gewoon te kunnen borgen in de toekomst. Volgende graag. Dan hebben we nog een ander voorbeeld. Dit is de eerste wasmachine ter wereld in Amsterdam. Waar dus een apparaat geleverd wordt die wasbeurten levert. Nou, is helemaal uitverkocht. Met name de sociale huursector heeft grote problemen. Die hebben hoge energierekening omdat ze slechte apparaten hebben. Eigen hart zit vaak op hun huur te wachten omdat die mensen eerst de energie betalen en dan de huur betalen. En we zeggen, nou weet je wat, we leveren die mensen wasbeurten en dan hebben ze eigenlijk geen energierekening meer. En dan hebben we met een wasmachinefabrikant hadden we een gesprek en dan zegt hij, ja maar meneer Rauw, hoe zit dat nou als die machine nou kapot gaat? Wie moet hem dan repareren? Ik zeg heel simpel, de klant wil performance. Als hij kapot gaat, dan moet u hem repareren, op uw eigen kosten. Nou, zegt hij, daar hebben we wel een probleem. Weet je, ons businessmodel is dat na 3 jaar moet die waterpomp stuk. Na 5 jaar moet die voordeur eraf vallen. En na 6 jaar moet die rubber eruit, inclusief voorrijkosten. Maar hij zegt, als wij nou verantwoordelijk worden voor die performance, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, meneer Al, maar we hebben een machine die gaat aantoonbaar 10 jaar lang niet stuk. Maar hij zegt, die hebben we natuurlijk helemaal niet op de markt gebracht. Maar nu wel. Dus die mensen, die krijgen de allerbeste wasmachine die ooit gemaakt is. Die namelijk niet meer kapot gaat. Omdat de verantwoordelijkheid voor de consequenties bij de producent komt. Dus nieuw is hier niet meer nog net niet stuk. Het kan ook heel groot. We hebben een paar weken geleden een heel real estate opgeleverd. Het gemeentehuis in Brummen, hebt er misschien van gehoord. Het eerste gebouw ter wereld wat ontworpen is als een grondstoffendepot. Dus dat betekent niet dat je weer een financieel transparantje eroverheen legt en die geldstromen weer anders organiseert. Nee, je moet fundamenteel anders het proces organiseren. Anders ontwerpen, andere keuze maken, andere materialen, anders bouwen. Zodat we verzekerd zijn, het volgende, dat we na 20 jaar, om de gemeente heeft namelijk gevraagd, nou, we willen voor 20 jaar gemeente spelen, volgens ons is het dan waarschijnlijk over. Dus na 20 jaar kunnen we de hele handel weer ophalen. Om het is namelijk een illusie om te denken dat we dingen voor de eeuwigheid doen. Niets is permanent. Alles is semi-permanent. Dus we weten exact welke spullen in het gebouw zijn en hoe we die na 20 jaar het gebouw krijgen en we kunnen activeren. Met andere woorden, het langcyclische of het kortcyclische denken kunt u ook vergeten. Hebben we helemaal niet meer nodig. Om wat we namelijk doen is, we maken uit grondstoffen maken we een product. Of we dat nou 2, 5 of 50 jaar gebruiken, maakt helemaal niet meer uit. En we kunnen het weer terugbrengen naar die grondstoffen. We gaan 2 dingen vernietigen. 1 is energie, die hebben we zat. En arbeid, die hebben we ook zat. We hebben 25 miljoen werklozen. Dus laten we die dingen vernietigen die we in oneindigheid hebben. En laten we die dingen koesteren die alleen maar in eindigheid op deze planeet staan. Gaan we naar het laatste. En we hebben een vraag van Schiphol gekregen. En zegt, ja, meneer Rauw, is allemaal een leuk verhaal. Ik heb daar ook zo'n verhaaltje gehouden. En zegt, ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk voor een terminal? Ja, ik zeg, een terminal, die bestaat dan natuurlijk helemaal niet meer. Kijk, een terminal is de verlenging van de landside naar de airside. Maar dat is een misvatting. Het moet eigenlijk de verlenging van de airside naar de landside zijn. Dus het moet een docking station worden. En weet u, McDonald's is daar al 25 jaar geleden opgekomen. Zeg van ja, die klanten komen allemaal sequentieel binnen. En dan gaan ze allemaal parallel in het rijtje staan. Nou, dan kunnen we nog beter die McDrive aanschaffen, dat ze voorrijden. Dus ze komen sequentieel aan. Ze worden sequentieel afgehandeld en ze gaan sequentieel weg. 51% meer klanten bij dezelfde medewerker bij McDrive dan aan de balie. Veel efficiënter. Dus we zeggen, nou, die vliegtuigen komen sequentieel aan. Laten we ze dan ook sequentieel afhandelen. Ze komen dus op een draaiende platform. Mensen gaan eruit, koffers gaan eruit, kerosine gaat erin. Ze worden schoongemaakt, koffer erin, mensen erin. Hup, wegwijzen.
45 minuten of 60 minuten, kun je zelf bepalen hoe lang. Nou, u ziet hoe fundamenteel de verschillen zijn. Dat bent u gewend, hè, altijd naar die twee balkjes te kijken. Dus ik heb het toch even zo gedaan. Dus nou, ziet u, nou, als je dit langs ziet komen, dan zou je zeggen, kopen, toch? Direct. Nou, ik kan u vertellen, we hebben van de 100 hebben we al 99 verkocht, alleen de eerste nog niet. Maar die komt eraan. En dan zijn we nu naar de laatste stap. We zien dat iedereen bezig is om het oude systeem te optimeren. En dat betekent in de terugwaartse richting in proberen in die keten andere afspraken te maken. Maar ik wil eigenlijk dat jij dit en we hadden toch afgesproken zo. Wij zeggen nee, we moeten in de voorwaartse richting die keten anders organiseren. Namelijk die relatie tussen aarde en mens. Dat is het enige waar het over gaat. En die hele economie daartussenin spiegelt hoe wij onze relatie opgebouwd hebben ten opzichte van deze aarde. Het gaat nu te ver om dit allemaal toe te lichten. En daarvoor hebben we ook een boek geschreven. En ik heb u net gevraagd, u moet één getal onthouden, weet u nog? Het boek kost €19,68. En dat blijft ons boek. En dan ziet u dat eigenlijk hier omschreven wordt, hoe kunnen we dit systeem zo organiseren dat het eigendom altijd links blijft en het gebruik altijd rechts terechtkomt. Dat betekent dat we dus in de voorwaartse richting een value creation chain hebben en in de terugwaartse richting de value sustain chain. En dan ziet u alles wordt anders. En dat heb ik u ook aan het begin beloofd. Dat betekent namelijk, en we werken nu ook voor BMW, dat wij straks helemaal geen materialen meer kopen om een auto te bouwen. Of een gebouw te maken. Alles wordt anders. We gaan niet meer maatschappelijk kapitaal privatiseren. We gaan alleen maar nog performance tijdelijk uitlenen, omdat alles semi-permanent is. Dus het punt waar we nu staan in onze gedachtegang en de dingen die we doen, is dat materiaal service is. Dat niemand meer materiaal kan kopen en dat materiaal altijd links blijft en het gebruik komt rechts. Ik ga afronden. Dit is de nieuwe wereld. Dit is de nieuwe wereld. Niet consumeren. Niet slecht geweten hebben. Niet aan innovaties deel willen nemen. Nee. Niet zich laten opfokken om weer dingen te kopen zodat de economie weer beter gaat. Nee, we moeten het zo doen dat we de grondstoffen kunnen koesteren door de manier hoe we gaan consumeren. Zodat nooit meer iets verloren gaat. Dan kom ik bij de laatste. We hebben nu heel veel gesproken over transitie en transformatie. Niet over optimalisatie. Optimalisatie zijn certificaten, zijn die duurzame condoomtjes, green deals. U kent allemaal die flauwekul. Waar we ons wijs willen maken dat we willen veranderen. Maar we willen natuurlijk helemaal niet veranderen. Iedereen wil in zijn comfortzone blijven. Dat snap ik ook. Maar als we echt willen veranderen, dan is er maar één kans dat iedereen begint zijn eigen systeem te veranderen. Dat iedereen naar zichzelf kijkt en zegt, nou, wie ben ik? Waar kom ik eigenlijk vandaan? Hoe is eigenlijk mijn tempel opgebouwd? Hoe is mijn instrument gestemd? En als we die stap kunnen doen, dan kunnen we ook de grote transformatie voor elkaar brengen. Dus mijn stelling is dan ook, en daar ga ik mee afronden. We staan niet aan de vooravond van een industriële revolutie. We staan aan de vooravond van een zijnsrevolutie. En het kenmerk daarvan is dus dat ik van liefde veranderd ben. Dus mijn nieuwe liefde is de value sustain chain. Ik dank u wel. Ja, dank u wel.